Philippe Cocu stond maandag na de besloten training de pers kort te woord. Dinsdagavond wacht de wedstrijd tegen Cambuur thuis alweer in het bekertoernooi. Maar maandag werd vooral nog even teruggekeken naar het 2-1 verlies uit tegen Heracles. Philippe, neem jij jezelf of je staf iets kwalijk ten opzichte van de voorbereiding hoe de ploeg de wedstrijd heeft gespeeld? Of ik mezelf iets kwalijk neem? Ja, dat de ploeg niet scherp genoeg was. Nou, volgens mij waren we wel scherp, want de eerste 20 minuten zaten we er bovenop en maken we heel vroeg het verschil in de wedstrijd. Alleen, de wedstrijd duurt langer dan 20 minuten. En in die 25 minuten daarna, daar hebben we niet 100% verzaakt, maar waren we niet optimaal. Laat ik zeggen 75%. Nou, je moet de hele wedstrijd 100% zijn. De tweede helft hebben we dat wel weer getoond. Dus ik denk dat het iets te zwart-wit gesteld is. Het feit dat dat gebeurt, dat je het laat lopen, is dat iets grijpbaars of is dat soms ook iets ongrijpbaars? Nou, je maakt er weer wat extremers van. Ik zei niet dat we het laten lopen, nee, maar ons niveau werd na de eerste 20 minuten steeds iets minder. En dat resulteerde in twee goals. Nou, ik denk dat het belangrijkste is als ploeg zijn, dan moet je dan al na de eerste tegengoal beseffen dat je met 1-1 gewoon de rust in moet gaan. En ik weet zeker dat als dat gebeurd zou zijn, dan verlies je de wedstrijd ook niet. Maar in een korte fase, en dat komt natuurlijk ook doordat Heracles het vertrouwen krijgt door de goal, dan worden er weer andere dingen gevraagd als speler dan als de stand in je voordeel is en je kunt lekker de bal laten gaan. Dat zijn wel dingen die wij nog beter moeten gaan doen. Tot slot, is er nog gelachen vandaag op de hertgang? Nou, af en toe kon er wel een glimlachje af langzamerhand, maar mondjesmaat. Als een boer, met kiespijn. Ja, en dat zal ook nooit veranderen. Iedereen is daarin misschien wel verschillend, maar bij mij blijft dat moeizaam. Ja, blijft een boer, hè? Met kiespijn.